Hallo, we staan nu voor Feza Dunner. Ik ben Saba. Ik ben Hoesne. Ik ben Mahmoud-Jan. Wie bent u? Ik ben Mehvan. En ik ben 23 jaar. En ik kom uit Noord-Irak. We zijn in Rotterdam, Spanjaardstraat. Hoe lang bestaat de zaak? De zaak bestaat ongeveer een jaar. Hoeveel werknemers hebben jullie? We hebben in totaal 3 werknemers. Hoeveel klanten komen er per week? Per week, ja, per dag ongeveer 150 klanten, tussen 150 en 200 klanten per dag wel. Per week zou ik niet weten. Wat wordt er het meest verkocht? Het meest verkocht wordt er Adana kebab, gegrilde producten zeg maar, en Turkse pizza, het meeste wordt verkocht. En guzlemme ook. Hoe kwamen jullie aan de naam Feza Dunner? Zo heet de dochter van de eigenaar van de zaak. Ja, zo is hij opgekomen denk ik. Wat verkopen jullie hier allemaal? Ja, we verkopen patat, gegrilde, grillgerechten, van alles. Turkse pizza, kapsalon. Ja. Wat is het belangrijkste als iemand de bestelling doet bij je telefoon? Het belangrijkste daarvan is zeg maar dat je de bestelling goed opneemt en de telefoonnummer noteert. En zeg maar binnen 3 kwartier dat zeg maar gerecht bij de klant moet zijn. We hebben een bezorgscooter buiten, daar bezorgen we mee. Ja. Maken jullie een Turkse pizza? Ja, onze Turkse pizza's worden elke dag zeg maar. Wat zijn de openingstijden? De openingstijden zijn maandag tot en met zaterdag van 10 uur tot en met 10, dus avonds. En van zondag 1 uur tot en met 10 uur. Gaat het goed met de zaak? Met de zaak gaat het heel goed, ja.